In deze tijd van het jaar is het al heel vroeg donker. Dus als je op pad gaat, dan moet je ervoor zorgen dat het andere verkeer jou goed kan zien. En verlichting en reflectie zijn daarbij heel belangrijk. We staan hier nu in een hele donkere straat om een proefje te doen. We gaan kijken hoe je het beste zichtbaar bent voor het andere verkeer. En daarvoor heb ik mijn fiets meegenomen. Ik ga nu een stukje fietsen, zonder verlichting en met hele donkere kleding aan. Dat moet je thuis natuurlijk nooit proberen, want dat is echt heel gevaarlijk. Moet jullie eens opletten wat je ziet. Als er nu een auto aan zou komen, dan zou die automobilist mij pas op het allerlaatste moment zien. Ik ben heel slecht zichtbaar. Dan ga ik het nu nog een keer doen, maar deze keer zet ik mijn verlichting aan. Ik ben nu al veel beter zichtbaar voor het verkeer wat achter me rijdt. Die zien mijn rode achterlicht. Maar ook voor het verkeer wat naar mij toe rijdt. En dan ga ik nu deze donkere jas omruilen voor een lichte jas. Met deze lichte jas ga ik nog een keer een rondje fietsen. Kijken jullie weer mee naar het verschil? Volgens mij kunnen jullie me nu alweer een stukje beter zien. En als ik nou echt goed zichtbaar wil zijn in het verkeer, dan zorg ik voor kleding met reflectie. Van die lichtgevende strepen erop. Nu ben ik zelf zichtbaar voor het verkeer wat al heel ver voor mij rijdt. Ze zien de strepen op mijn shirt. En om jullie nog één keer goed het verschil te laten zien, doen we nu een filmtrucje. Links zie je mij bijna niet en rechts zie je mij juist heel goed. Het is dus heel belangrijk dat je goed opvalt in het verkeer, vooral in het donker.